Maastricht, strategisch gelegen aan de Maas, is in de loop der eeuwen omringd door een groot aantal verdedigingswerken die de stad duidelijk het karakter van een vestingstad hebben gegeven. Tal van goed bewaard gebleven poorten gaven toegang tot het hart van de stad, die vele malen door legers van verschillende herkomst werd ingenomen. De oudste toegang tot Maastricht is de uit 1229 stammende Helpoort. De uitbreidingen van de stad leiden tot het vooruitschuiven van de verdedigingswerken en het ontstaan van nieuwe fortificaties van grote omvang. Zo werd Maastricht in de 17e en 18e eeuw uitgebouwd tot een van de sterkste vestingen van Europa. Kenmerkend voor de bastions uit die tijd is het netwerk van onderaardse gangen dat in de vestingoorlogen van vroeger een rol van betekenis vervulde. Een groot aantal van deze gangen, die in de militaire terminologie mijnen heten, is weer toegankelijk gemaakt. Sommige ervan zijn door vijandelijke legers aangelegd, die zo onder sleutelposities van de belegerde stad hoopten te komen. Op dit kruispunt was vroeger een wachtplaats voor soldaten. Via deze gaten kwam lucht in het gangenstelsel dat verschillende niveaus kende die door trappen met elkaar verbonden waren. Dankzij de restauratie van deze galerijen en van de bastions waarvan zij deel uitmaken, kan de 20e eeuwse bezoeker zich nu een indruk vormen van de wijze waarop Maastricht zich in het verre verleden tegen aanvallers teweerstelde.